Het is flink mis in het zuiden van Europa. In meerdere landen staan grote stukken bos in brand. Zoals hier in de Algarve, een gebied in het zuiden van Portugal. Het is populair bij toeristen, nu is het een vuurzee. Door de wind verspreidt het vuur zich snel. Mensen zijn erdoor verrast. Duizenden brandweermensen zijn druk bezig met blussen. En de inwoners proberen zelf ook hun huizen te redden. Assustar assusta. Se vier um fogo assusta, né? O gajo está atrapalhado. Né? A pessoa está atrapalhada a ver o fogo. Se entra na casa, um gajo fica desgraçado, não tem casa. Fica sem nada. Niet alleen in Portugal zijn er branden, maar ook in Spanje, in Kroatië, Griekenland en in Frankrijk staan grote stukken natuur in brand. Dat er zoveel natuurbranden zijn, heeft ermee te maken dat het nu in Zuid-Europa erg warm is. Op sommige plekken wel meer dan 40 graden en dat is veel warmer dan normaal. Ook is het er al een poos erg droog. Veel inwoners zoeken een veilige plek op en ook toeristen moeten vluchten. We zijn vers 3 uur du matin. Avec du coup un groupe de jeunes et on a dû être rapatriés ici voilà donc on a tout laissé sur place. Ze worden hier in Frankrijk bijvoorbeeld opgevangen in gymzalen en grote hallen. Zeker 6000 mensen op campings moesten daar snel weg vanwege het vuur.